En hier zijn we weer kermislaat bij Kermis FM. En ik heb een hele leuke gast van de Zaande. Ja, ik heb zeker een gedraagd te wijgen, jongen. Nee? Gedraagd te wijgen. Ja, ja, dat doe ik. Deze meisjes die zitten hier op mijn uitnodiging. Hey. Hey. Zo, zo. Nee? Kom op, kom op, kom op. Nou. Dat ziet er goed uit. Dan vraag dan ook hoe dat ze heet. Oh, hoe heet jij? Carlijn. Dat vind ik een schone naam. Ja. Carlijn. Zo Carlijn. Had ik ook wel willen heten, maar ja. Dat past niet helemaal, denk ik, of wel? Nee, dat past niet. Dus ziet ik verrie, hè. Hé, hey, ja. Maar jij vraagt mij natuurlijk af. Carlijn die zit hier. Wat doet een Benno daarbij? De Benno. Oh, die zit er ook. Daar heb je hem eens gezien. Ja. De Benno ook al. Hé, hey, Benno. Het gaat als een speer met jou, volgens mij, hè? Ja, het gaat heel goed. Want binnen een paar jaar dan neem jij helemaal Kermis TV over, volgens mij. Ja, dat had ik al tegen iemand gezegd, geloof ik. Ja, want we zijn jou klaar aan het stomen. Ze zitten al wat ik jou vervangen moest worden. Dus, ja, nee, daarom. Ja, hey, maar waarom jij zit dat niet vervangen. Ja, maar waarom zit Carlijn naast jou? Ja, dat snap ik wel. Ik ben in een attractie gezeten, hè? Bij jou in een attractie ja, gezeten? Ja, ik ben in een attractie en... ik zat helemaal onder mayonaise bij de... Het frietje. Dat hebben we vandaag gedaan, hè? Het frietje heb ik gedaan. Hey, zullen we even gaan kijken naar het frietje, wat geworden is? Ja, kijk maar eens even. Benno, Benno, Benno van Zucht. Nou, Benno. Hey, het koningsnummer staat vandaag op het programma. Ja! Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ja. Hey, maar luister eens. Frietje heeft in een attractie Tilburgs Kermis is Tilburgs cultureel erfgoed, hè? Oh ja. Ja, dus wat gaan we doen? We gaan proberen echt te eten, hè? Ja, ja, tuurlijk. Wat dacht je dan? Niet voor de fake, hè? Nee, dat doen we niet. Ja? Ik ben frietliefhebber, hè? Ik ga niks weggooien. Afgesproken? Afgesproken. Ja. Nou, Carlijn, we gaan samen frietje eten in de Maus. En dan gaan we kijken of we ze goed ervan afbrengen. Dus daar hebben we niks veel, man. Ja, ik ben benieuwd. Laten we maar naartoe gaan. Zou ik toch kunnen vragen, vind het niet spannend, vind het niet leuk? Vind jij het niet spannend of leuk? Ja, begin dan opnieuw. Oh. Nou, Carlijn, we gaan samen een frietje eten in de Maus. En vind het niet een beetje spannend om met men een frietje te gaan eten? Hij vindt het vooral heel erg leuk. Ja, nou, dan gaan we het maar doen, hè. Dan kijken we hoe we het ervan afbrengen. Dan moet de men de microfoon geven. En dan komen ze aan, Benno. Frietjes. Ja. Nou, eindelijk kunnen we eten. Hé, hey, nog niet vreten. Kom op, man. Volgens mij lopen jullie verkeerd, hè? Aan de andere kant, hè? Hey, Benno! Ja! Niet eronder doorhalen! Waar zit het te gaan, ja, Benno? Dat is toch niet meer normaal? Wat?
Ik vond het een slaag netje, maar ik zit wel helemaal onder. Weinig uit dat gedaan met men. De mayonaise is in ieder geval er vanaf, hè? Ja, ja, dat wel, dat wel. Dus, nou, een geslaagd ritje, hè? Maar vond het wel leuk ook? Ik vond het gezellig met jou. Ja. Oké, okay, nou, dan gaan we deur naar de volgende keer. Je bent een grote viezerik, Benno. Ja. Bamba, we zijn toch een vuile dabber krijgen. Nou, vervuld. Dat heb ik helemaal niet bij, en jij vond dit ook leuk, Carlijn? Ik vond het fantastisch. Zij heeft mij gewoon helemaal ondergegooid. Hé, maar vertel, je ervaring. Ja, ik vond het geweldig. Alleen die mayonaise niet. Nee? Hoezo? Ik had in mijn oren zelfs mayonaise. Ja. Hey, maar Carlijn, luister eens. Ja. Waarvoor zal ik daarna niet met men in een keer ergens ingaan? In de no-gaten of iets? Hou hem in de gaten. Ja, dat komt gewoon. Hij had een mooie oproep gedaan. Hè. Als jij een oproep doet speciaal voor mij, dan ga ik misschien wel mee. Dat doe ik na. Ja, dat is goed. Ik ben er helemaal niet tussen komen, jongen. Nee? Ja, hey, maar luister Benno. Dit item, hè, want ik kijk daar kritisch naar. Hè. Dat snap jij zelf ook wel als coach zijnde. Ja. Maar jullie alle twee. Het gaat erom dat je friet eet in een attractie. Nou, er is ik gewoon... Ik heb hem niet zien eten eigenlijk. Er is gewoon geen kinderpijl gegeten. Helemaal niks. In het begin hebben ze goed eten. Ah, kom op, man. Dat ding dat begint en... Maar toen we onderal de zak kwamen, toen was het koud. Nep is. Alles was er al uitgegaan. Nee, Benno, zo lust kan er wel in. Jij doet maar net alsof, hè? Ja. Zo is het. Dan komt één woord gewoon bij mij naar boven. Dat is... Amateur! Dat moet ook, dat bedoel ik. Daarom is het zo. Nee, hier moet nog heel veel aan verbeterd worden, dames en heren, want dit kan echt niet. Maar niet meer in de mouw. Nee, we gaan nou een stukje heavier natuurlijk. Hè? Oh ja. Heavier. Hey, maar leuke ervaring? Ik vond het geweldig. Carlijn, blij mee? Ik vond het een heel leuke ervaring. En ik heb speciaal voor die ervaring. Oh. Ik heb een touwtje en jij? Ik heb geen touwtje. Maar die krijg je van mij. Was dat nou als toch speciaal aandenken dat wij samen voor de eerste keer dit gedaan hebben. Nou, wat af, Ferry jaloers, hè? Ja. Maar die gaat over Ferry. Maar dat kan nooit meer iemand de eerste keer zijn. Dan hebben we alle twee de eerste keer samen gedaan. Nou, hartstikke mooi. En dan kan je zo blijven herinneren. Nou, ik vond het wel goed gedaan. Bedankt in ieder geval, Carlijn, dat je hier was, dat je meegedaan hebt. Hey, Benno, jij gaat straks nog zingen. Ik kan nog zingen, ja. Geweldig. En zingen? Eigen zingen, ja? Op den nog. En wij kijken even naar Fred van Boeschoten. Sta bij café dat Berenlier voor de deur. Stapt er een vrouwtje in. Helemaal nakend, hè. Zag gewoon helemaal niks aan. En ze zag er goed uit ook, moet ik zeggen. Maar goed, ik sta wel even te kijken. Maar ja, ik heb al veel meegemaakt, hè, met een taxi. Dus ik kijk een beetje in die achteruitkijkspiegel en ik zie ze daar hangen, hè. Goeiedag. En zij allemaal schudden met die dinger. Maar goed, ik moet rijden. Geef ogenblik. Chauffeur zus, ze maakt jou een vraag. Ik zeg, dat is goed, vrouwtje. Acht maar kort uit. Waar vind jij dat wel naar van, zus? Ik zeg, ja, ik vind het allemaal goed. En zie je mijn geren en zo. En begint ze allemaal met die jopen in mijn nek. Terwijl ik gewoon moet rijden, hè. Dus ik zeg, vrouwtje, het is allemaal goed dan wel. Maar waar ik mijn eigen naar afvraag, hè. Ja, chauffeur zus, zeg het eens. Op zo'n manier weet je niet. Ik zeg waar ik mijn eigen afvraag, hè. Waar heb ik jouw portemonnee zitten? Ja. Ja, waar gaan we naar, ja. Hij maakt het mee. Hij maakt het gelijk en, mee. Hè, en heel de kermis joppen, hè? Yeah. 10 dagen lang, net als wij eigenlijk. Gewoon deur doen. Hé, maar nou hebben we een gast aan tafel zitten en daar zit ik even goed naar te kijken. Volgens mij hebben wij samen een kermis verleden. Dat klopt, ja. Ik ben een keer door jou in de XLR gezet. Met Single Friday. Die Accelerate. De Accelerate, ja. XLR noem ik hem maar even. Ja.
Dat is eigenlijk een ding waar ronddraait. En op het moment dat je denkt van nou ga ik van mijn houtje, dan stopt hij. Ja, en precies, dan begint hij weer. Dat ding, ja. Die, hè? Dat ding. Nou, dat was een ellende, hoor. Ja. Hé, hey, Remco. Dat is mijn Martijn ellende. Ja, Remco was het, hè? Ja. Maar jij bent hier voor een andere reden, maar ik krijg net van de regie door dat we er even eruit moeten voor de reclame. Dus praten we daarna even verder. Hé, hey, hoe is het nou? Hey, hoi, alles goed? Ja. Top, ja. Super. Is dit het product? Dit is het product. Wat is het? Is het... Nee, dit is het nieuwe bier van Ferry en Fruit. Zomerbocht? Ja. Bier? Bier. Ja. Oh, gretsie, bier, dat blief ik niet. Ja. Nou, geeft helemaal niks. We gaan gewoon draaien, jongens. Oké, okay, camera loopt. En een beetje vlug, want ik heb nog meer te doen vandaag, hè? Camera loopt in 5, 4, 3. Hey, hoi, ik ben John Gay. En ik drink altijd Zomerbocht. En jij? Wat denk je ervan? Nou, misschien dan het flesje neerzetten en wijzen. Oké, okay, ik doe hem nog een keertje. Oké, okay, ik weet al iets. Hey, hoi, ik ben John Ray en ik drink altijd Zomerbocht. En jij? Nou, die staat er helemaal op volgens mij. Dat was helemaal goed. Ja? Toch? Ja, prima joh. Ik nou, weet niet. Dan moet ik er weer vandoor, want zou ik heb misschien nog één keer kunnen... Wat bedoel je? Één keer kunnen doen. Hoezo nog een keer? Het is toch voorgoed? Kun je toch in de montage zo, kun je dat toch recht trekken? Joh, ik heb nog meer te doen vandaag. Ik ben helemaal naar Brabant komen rijden. Het was echt een hele end. En dan ben ik wel een beetje moe geworden. En dan krijg ik hier, Zomerbocht, blief ik niet. Ik ga kijken of er even wat te drinken is. Hebben jullie ook een kantine hier in Brabant of zo? Dat ik eventjes een beetje kan zitten, even uitrusten. En waar kan ik trouwens terecht om af te rekenen? Bij wie moet ik dan wezen? Irritante vent, John Ray, vind je? Ja, legaal. Baan en de naadspiegel. Ja. Hey, maar Remco, we hebben jou ergens anders voor gevraagd, want wij kwamen jou vandaag tegen. En jij begon van, ik ben de imitator van... Fred van Boeschoten. Ben je alweer hier, hè? Fred van Boeschoten. Ja. Dat heerst wel op de kermis, ja, ik ben al jaren fan, hè? Het steekt er een moord van voort. En Fred. Ja, maar mogen wij een mapje horen van jou dan? Ja, dat moet ik wel, ja. Hey, Ferry. Zullen wij samen niet eens in de botswagens gaan fietsen? Ja, met de week doe ik zo Fred en ik zo. Ja, op Fred en ik zou mee zo. Ja. Maar Fred, zitten we hier in? Jij bent echt fan? Ik ben echt fan, je doet alles vanaf dag 1, hè? Vanaf dag 1. Met schoonwagen en je kent het allemaal wel, hè? Oké. Ja, nee, dus, ik ken het allemaal, maar... Hey, Fred. Hoi, hoe is het met jou? Met mij gaat het wel, en met jou? Ja, met mij gaat het ook goed, hè? Oh. Zat jij vandaag al over de kermis geweest? Ik en Nina. Ik heb wat anders te doen. Ja, hey. Ik kom hier naartoe en dan doe ik eens praten en dan zeg ik weer weg. Oh, ja. Dat hoeft Fred, allemaal niet. Hè? Dat is jouw imitator. Ja, dat is al. Ja, nee, ik ben gewoon de echte. Hij lijkt er anders niet imitator op, hoor. Wie zei dat imitator? Ik zei gewoon de echte. Oh, zeg jij dat? Ja. Nou, maatje, ik denk dat jij nog veel moet leren. Oh ja, vertel dat men eens dan, want ik zei jouw maat, hè, al jaren, dat weet jij niet. Ja. Nou, dat werkt niet op, naai van Boeschoten. Je moet iets... Ja, ik ga er ook niet meer op in, ook niet. Ja. Maar hey, die imitaties maar, allemaal voor... Remco, klinkt goed. Ja, dat moet je toch eerlijk toegeven. Nou, hij moet wel iets als een dictie doen, hoor. Oké. Hey, succes verder. Bedankt dat je hier was. En wij die gaan even kijken, want vandaag namen we weer een item op. Durfde jij er met mij in? En een heffie. Wat heb ik gewonnen? U mag met mij in een attractie. In een attractie? Ja. Meelopen? Nee. Ja, wat dan? Moet ik goed dragen? Nee, maar ik ga niet in een attractie. Oeh. Daar zwiert ze door de lucht. Nee. Wij wisten dat u op de kermis was echt vandaag. Waar? Ja. Echt waar? Ja. Hoe heet u dan? Priscilla. Oh nee, dan hebben we de verkeerde. Ja, jammer. Ik wil u even feliciteren. Nee, hoef je. Ja? Nou, we gaan met z'n tweeën in een attractie. Nou, dan heb je maar geen goeie aan. Hé, hey, geweldig. Hallo. Gefeliciteerd. Dank u wel. Je bent in de prijzen gevallen. In de prijzen? Daar ga ik niet in hoor. Nee, hoi. Daar ga ik ook niet in. Ik durf bijna niet in veel achter... Ah ja, zeg ja. Hey, de kans van je leven. Nee, ja? Maar nee. Oh, mag ik echt niet weten wel? Echt niet. Maar ik is zo die ene hoe. Die ene hoe? Nee, het is... Mag gewoon niet. Nee. Nou, doe het. Het is geweldig. Ja, maar ik wil echt niet zo'n grote reuze ding. Zeg ja. Kom op, maak iets van je leven. Ga met mij ergens in. Ik weet echt niet of ik het durf.
Ja. Oké. Okay. We gaan in de eclipse. Wat is dat? Loop maar mee. Maar het is toch geweldig? Ja. Hey, ik durf er ook eigenlijk niet in, nee, maar... Ik wens jouw toekomstige man heel veel succes in zijn leven. Dank u wel. Maar dan neem ik jouw vriendinnetje mee. Ja, gezellig. Hoe weet jij? Angela. Angela, kom op, dan gaan wij erin. Is wel heftig, hè? Ja, echt. Monden kouden. Hey, groetjes, hè? Heftig. Ja, sorry, maar nu ik het heb gezien, ben ik best wel blij dat ik er niet in ben gegaan. Hey, had je dat gezien? Dan zit hij alweer, de Menno. Dat is jouw voorland, hè? Ja, ja, maar eigenlijk waar ik wel beter vond, dat niet. Ja, vind ik ook, Benno. Ik durf niet, dat die mag helemaal liggen. Hé, Benno, ik coach jou op tv en jij zit zo te praten. Ja, maar... Ik kan de microfoon ook hier houden voor je. Ik had net zo'n ding, hè, dus... Ja. Maar luister, we hebben iedereen al beloofd dat jij gaat zingen. Maar we hebben vorig jaar ook zingen met hindernissen gedaan, met de blafband. Wij hebben weer iets nieuws bedacht voor jou. We hebben weer iets nieuws bedacht. En dat gaan we nou doen. Nou, we starten de band, de zonnebril, alleen tempo gaat steeds sneller. Oké, en dan kijk ik wel hoe ver ik erbij kan houden. Nee, je moet hem helemaal uitzingen. Ja, echt waar. Ik zou zeggen, naar podium, welk podium, Ferry? Podium A, denk ik. Podium A. Oh, dat zal ik hier. Oké, zet hem op, Ben, ook je kunt het. Ik hebben wil een mooie nieuwe zonnebril. Dan maak ik mooi de blits mee op het strand. Kijk die mooie meiden staan, ze kijken mij verlangend aan. Ze willen ook zo'n stoere zonnebril. En loop ik op de boulevard voorbij, dan fluiten ze en lachen ze naar mij. Weet je wat ik hebben wil? Een mooie nieuwe zonnebril. Dan maak ik mooi de blits mee op het strand. Ja, la 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 la. 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 Ik wilde even lekker op vakantie. Een hele dag genieten, even chill. Ik zag een mooie plek met zo'n garantie, dus kocht ik ook een nieuwe zonnebril. Sindsdien heb ik aan aandacht geen gebrek, ze vinden mij nou helemaal te gek. Weet je wat ik hebben wil? Een mooie nieuwe zonnebril, dan maak ik mooi de blits mee op het strand. Kijk die mooie meiden staan, ze kijken mij verlangend aan, ze willen ook zo'n stoere zonnebril. En loop ik op de boulevard van vrij, dan fluiten ze en lachen ze voorbij. Weet je wat ik hebben wil? Een mooie nieuwe zonnebril. Dan maak ik mooie blits mee op het strand. En loop ik over straat, dan kijken ze me na. Ze willen zelfs een fotootje met mij. Weet je wat ik hebben wil? Een mooie nieuwe zonnebril. Maak ik mooie blits mee op het strand. Kijk die mooie meiden staan. Ze kijken mij verlangend. Ze zeggen dat ze een zonnebril. En loop ik op de boulevard voorbij. Dan fluiten ze en lachen ze voorbij. Weet je wat ik heb? Mooi nieuwe zonnebril, maak mooi blits mee op het strand. Ja, la 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 la. La 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 la. Ja, la 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 la. Ja, la 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 la. Afgelopen. Benno. Dat valt toch niet tegen, hè, joh? Dat valt niet tegen, dat was geweldig. Ik zou hem voor de hele keer zo doen als ik jou was. Ja, dan zeg ik. Ik heb een houseversie gemaakt. Ja, dus... Ik heb een houseversie gemaakt en dan gaan we ongeveer deze stellen. Dit is veel beter als een wouseversie. House. House. Oh. En aan de duurt het allemaal zo lang. Oh.
Ja, het is beter. Hey, bedankt Benno. Ja, en iedereen bedankt voor het kijken. Wij sluiten af met Astraal TV. Morgen kermis in beweging en kermis vandaag. Vergeet niet te kijken. Ferry, zeg even houdoe. Houdoe. Dag dames en heren. Welkom weer bij Astraal TV. Onze inbox loopt vol. We krijgen post, mail. Het houdt niet op. Mensen zijn zo nieuwsgierig. En vandaag hebben we ook weer een beller. Wie hebben we vandaag aan de lijn? Ja, hiermee Van Dun. Hallo, meneer Van Dun. Wat leuk dat u belt. Ja, ik dacht ik bel lekkers. Wat heeft u? Ik denk ik bel lekkers. Oh ja, wat leuk dat u belt. Ja. Waar belt u voor? Nou, dat moet hij toch weten of niet, want anders is geen goeie denk. Fernandes? Nou, nee, meneer Van Dun. Dat is al wetende, ja, in de astrologische wereld. Dan moet ik eerst even voor in trance gaan, hè? Ja, ja. Even in contact komen, zeg maar, met geen zijde. Even concentreren, hoor. Ja, ik krijg door dat jij een verrekkers naar gewijze mee zet. Dat ben ik niet. Ja, dat wel. Dat ben ik niet. Ja, en wie is je na het medium? Ga je wikken? Ja, dat weet ik ook niet, maar ik zeg niet jij geweest. Wow, ik krijg het anders door, meneer, van jouw vrouw aan gene zijde. Dan jij de taal, want ons Bets zit hier naast me. Hey Bets, hoor, dat weet je zeker. Bets! Bets! God, Bets! Bets! Wacht even. Oh, bel dan nou eens. Oh jee, Bets! Oh, gelappen dat ik niet in de steen, Bets! Hoe moet dat nou? Nou, oké. Hartstikke leuk voor u, meneer Van Dun. Ja, super. Geweldig. Nou, dit was het weer. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het bellen, meneer Van Dun. En alle kijkers, tot de volgende keer bij Astraal TV. Dankjewel, tot ziens. Doei.